Het is 8:00 en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe FC Afkikken. Dit Eredivisie weekend stond in het teken van de gemiste penalties. En met mijn gasten van vanavond, Thomas Waar, Simon Tjommer en Jordi Jamali, alle drie gezegend met een zeer verfijnde traptechniek, gaan we daar natuurlijk uitgebreid over hebben. Verder schrijven we met Jens Toornstra over het succes van Feyenoord en zijn rol daarin. En blikken vooruit op de komende interlands van het Nederlands elftal. En welkom bij FC Afkikken. Elke zondagavond om 8:00 praten we hier een uurtje helemaal bij over de Eredivisie. En vanavond doe ik dat met de volgende drie gasten. Simon Tjommer, Jordi Jamali en Thomas Vaar. Welkom mannen. Laten we beginnen bij de meest besproken club van de afgelopen week. Ajax. Kijk jou aan. Jij bent hier de grootste Ajax-fan van deze drie. Van Thomas weet ik het niet, van Simon ook niet, maar bij jou weet ik het zeker. Ja, jij weet het wel. Ja, ik denk het ook. Of Thomas gaat nu iets openbaren. Nee. Maar afgelopen woensdag denk ik misschien wel een van de meest zwarte dagen. Dat zijn we vergeten nu toch, helemaal Go Ahead weggespeeld. Ja, maar het was wel denk ik als fan een van de zwarte dagen uit de geschiedenisboeken van Ajax. Het voordeel dat ik achter het scherm een beetje bezig was met de FC Cup Coach te assisteren. Maar ik heb wel volgens mij na 70 minuten mijn laptop dichtgeknald. Want het was... Ik vond dit nog schandaliger dan toen tegen Salzburg. Ja. Want dat was nog gewoon een fantastisch goed voetballende ploeg. Ja. En nu had je het wel echt alleen aan jezelf te wijten. Thomas, jullie openen de competitie tegen Ajax. dan weet je dat zij nog twee wedstrijden tegen Rostov voor de boeg hebben. Had je op dat moment een idee dat het zo zou kunnen lopen? Nee, volgens mij moesten ze nog eerst die andere... Paul ook nog doen. Dat klopt. Ja. Return. Maar ik had eigenlijk... in de eerste wedstrijd vond ik ze een stuk sterker dan Rostov. Alleen... ik had niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn. Nee, Simon, jij reist Europa af om overal wedstrijden te kijken. Het misschien wat bredere blik dan wat wij hier op de bank hebben. Wat de status van Ajax op dit moment eigenlijk is. Was jij verbaasd door dit resultaat? Ja, ik was verbaasd omdat ik ten eerste de trainer een hele goede trainer vind die mij nog tactisch sterk is. Dus ik had verwacht dat hij een stabiele defensie ook daar uit elkaar kan spelen. Peter Bos hebben we het over. Peter Bos, ja. Maar goed, we hebben maar weer eens gezien, en dat zie je wel eens vaker als mannen tegen onze goed opgeleide voetballers spelen, dat we daar problemen krijgen. En je zag het zelfs op het EK, dat als een team goed kan verdedigen en hard in duels gaat en mannelijk kan voetballen, dan zijn de voetballertjes die we allemaal hebben en niet buiten categorie zijn, die hebben geen kans en dat zag je nu weer. Ja, is het realisme dan om gewoon te stellen dat Ajax misschien helemaal niet favoriet is in dit soort wedstrijden, Jordi, tegen FK Rostov? Nou ja, ik had wel gewoon ook... Mijn oordeel na de loting was van dat het heel moeilijk ging worden. Want je kan het soms... Klinkt het misschien gek, maar beter een Monaco of een Roma... Dat je daar tegenop zet en die willen wat meer voetballen. Dit soort teams zijn altijd lastig gebleken voor Ajax. En eigenlijk sinds je die dubbele kwalificatieronde hebt... En nu staat het echt wel mee met PAOK en Rostov. Is het gewoon bijna niet meer te doen voor landen als Nederland en zowel Turkije. Die dubbele ronde die is gewoon funest. Ja, dan naar vandaag. Dan moeten ze op bezoek bij Go Ahead Eagles... Ja, en dan begint het eigenlijk zoals het woensdag eindigde. Hè? Ze komen een rommelige openingsfase waar ze wel wat kans krijgen. Maar dan krijgen ze een penalty tegen en daar staat hij opeens. Onana! Ja, ik moet misschien dan even een excuus maken wat ik afgelopen vrijdag tegen hem zei. We hadden vrijdag een discussie in het vrijdagmiddagprogramma. Zei ik, als je dan toch in zo'n moeilijke fase zit. Je weet dat je met Tim Krul een eerste keeper hebt gehaald.
dan zet je een ervaren doelman neer in deze moeilijke fase. En dan kies je niet voor Onana. Maar ja, hij redt Ajax nu wel vandaag, Simon. Ja, ik ken de talenten niet van die jongen. Maar ik denk als je het vertrouwen krijgt om in de Eredivisie te mogen keepen op die leeftijd, dan moet je wel wat kunnen. En dat het nu al uitkomt, nou kijk, bij een penalty stoppen, dat is ook, dat ligt ook altijd aan de schutter. Laat ons ook eerlijk zijn, als een keeper hem tegen hem, maar houdt hem goed tegen. En, ja. Dus ik vind het hartstikke leuk voor zo'n jonge keeper. Want jonge keeper is moeilijk om door te stromen. Ja. Thomas, jij hebt tegen hem gespeeld, denk ik, voor de twee keer, toch? Ja, hij speelde vooral in de Jupiler League. En ja. Hij was wel een goede keeper, hoor. Hij heeft echt hij heeft punten gepakt voor jong Ajax. En hij pakte, ik weet nog dat hij bij onze winnende goal in de kampioenswedstrijd, haalde hij mijn bal eruit, waardoor Michel hem kon binnentikken. Daar ben je nog steeds zuur over. Ja, vind ik nog steeds vervelend. Maar, dus jij was eigenlijk niet zo verbaasd dat hij ging keepen in plaats van Cillessen? Of had jij ook gedacht dat ze eigenlijk met Boer zouden gaan spelen? Ja, dat had ik eigenlijk wel verwacht, ja. Maar ik was verrast toen ik hem zag tegen Willem II al, geloof ik. Ja. Maar hij kan zeker wel keepen. Ja, en hij pakt de penalty van vandaag. Hè? Maar die penalty was vorig jaar ook al hetzelfde, alleen dan een niveau lager. En toen ging die penalty, want jij hebt die penalty nog op je netvlies staan. Ja, toevallig hebben we hem vorige week gezien in onze voorbeschouwing naar Go Ahead Eagles. En volgens mij schoot de kogel toen binnenkant paal eruit. Ja. Als ik me goed herinner. Binnenkant paal eruit. In dezelfde hoek. Dat, ja. Dat is toch wel mooi. Want jullie krijgen dan beelden voor de wedstrijd te zien. Van wie waar schiet. Dat had Onana ook gezien. Want hij zei, ik wist bijna 75% zeker. Ik zit hier, hè. Ik zei het in aankondiging met drie mensen met een zeer goede traptechniek. We hebben deze discussie al. Moeten we wel even rechtzetten, hoor. We hebben deze discussie. Wat wil je rechtzetten? Nou ja, er zijn wel eens banken waarop, dat zou ik niet zeggen. Maar op deze bank wil ik toch niet zeggen dat ik mee kan komen. Qua traptechniek niet? Nee. Heb je wel eens een penalty? Oh, kijk eens. Ja, wel zeker. Kijk eens. We hebben van één iemand hebben gewoon beelden van een uitstekende traptechniek. Afgelopen zomer, Simon. Kijk eens. Ja, maar wacht even. Er waren van drie was er één die erin ging. Ja, die laten we nu zien. Ja, wat ik net zei. Maar goed, even de discussie over penalty schieten. De kogel heeft blijkbaar een vaste hoek. Als die hem vorig jaar ook schoot en nu ook. Is het nou traptechniek? Of is het veel meer dan dat? Er is voor mij één speler die ik ken in mijn tijd waar ik zelf mee gespeeld heb. En dat was Gregor van Dijk. Dat was in mijn ogen de beste penalty-nemer die was. Waarom? Omdat die wachtte tot het laatste moment. Kijk alleen welke standbeen de keeper belastte en schot in aan de hoek. Okay. En dat is voor mij een penalty-nemer. Een penalty-nemer of je hebt echt een vast, zoals Van Nistelrooy vroeger, met die binnenkant wreef dat hij hem altijd in zijn netje schoot. Dat was ook mooi. Maar dat is voor mij, dat zijn de twee dingen hoe je een penalty moet nemen. Normaal gesproken moet je op een keeper kunnen wachten. En zoals nu, vandaag ook. Nu in de Eredivisie wat Gregor van Dijk, denk Haller. Die wacht. Allee, neemt ze wel echt makkelijk. Wachten. Ben je het eens, Thomas? Ja, 100%. Ja? Ja, degene die het langs kan wachten, dat is de beste. Wacht jij ook altijd? Tot een bepaald moment. Ja, wat je zegt, ik weet dat als ik hem ergens trap en de keeper staat nog in het midden, dat hij daar eigenlijk altijd ingaat. Dus tot een bepaald moment wacht ik. En als hij dan nog niks heeft gedaan, dan... En als die wel een beetje jouw hoek op gaat, kan je dan nog switchen? Ja, tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Ja, want iemand die wel goed penalties kan maken, is Davy Klaassen. Want dat is het voorbeeld van... voor mij wachtte die trouwens niet, want die was vrij zeker. Die legt die bal neer en die jast hem gewoon echt snoeihard binnen. Voor het oog is dat net iets mooier. Als jij gewoon recht naar voren loopt en hem keihard in de bovenhoek schiet. Ja, dat, kijk maar mee. Dat is wel... Sorry dat ik je onderbreek, maar dat was... Ik weet niet meer welke wedstrijd. Dat was een... Volgens mij op de Afrika Cup, daar was een penalty serie. Volgens mij schoten twee teams. Nee, dat was Zuid-Amerika, de Chili. Volgens mij die schoten ze allemaal in het kruis. Keihard in het kruis. Allemaal! Niemand twijfelde daar. Dat was echt fantastisch. Zo gaat ook natuurlijk. Ja, maar goed, daar moet je wel heel maar goed. Ik vind het mooi wat jij zegt, wat Gregor van Dijk dus kijkt, of altijd keek naar het standbeen. Real Madrid deed het ook, hè? In de Champions League finale tegen Atletico Madrid. Ja. Die hadden geleerd van hoe de keeper... Dat Oblak voorbewoog. Ja, Oblak... Stel dat hij, als ik voor mij goed uitleg, dat hij zijn been links voordeed, dan ging hij naar rechts keeper. Dus die spelers keken alleen maar bijvoorbeeld zijn linkerbeen deed. Maar hij kwam echt heel slecht uit Oblak. Het leek net alsof hij gewoon totaal niet kon keeper. Ja. Geen zin om te duiken. Ja. Ja. Ja, maar penalty is, kijk, je hebt daarom maakte net ook die grap daarover. Penalty is aan de ene kant natuurlijk een traptechniek. Als je een vaste hoek hebt, zoals jij dan ook, dan wacht je en dan schiet je hem dan goed feilloos binnen. Maar de beste penalty hoeft niet altijd per se een goede traptechniek te zijn. Als je kan wachten en dan rustig in de hoek waar die keeper... Ja, dat is top. Hoe zou Jasper Cillessen deze pinning al hebben bekeken? Ja,
Hij was openbond? Nee joh, ik denk dat hij gewoon naar boven zit. Ja, kijk, 100.000. La Ramblas. Leuk foto. We hebben zijn Instagram story gezien, toch? Die was 3 minuten nadat hij bij Ajax was vertrokken, was hij alles alweer vergeten. Ja. Stond hij leuk naar de poolindeling te kijken bij Barca. Ja, maar dat vind ik niet gek. Ja. Kom op, je maakt maar het moet je dat delen? Moet je dat delen met de supporters? Je gaat als een voetballer naar een van de 4 beste clubs die er überhaupt zijn. Ja, nou, dat is toch een droom. Nog geen 24 uur ervoor. Dan mag je toch even een kleine jongen weer zijn en ervan genieten? Ja, maar eens. Dat moet je ook zeker doen, maar dat moet je niet delen, vind ik. Ja, oké, daar heb je wel gelijk. Thomas? Daar heb je wel gelijk in. Daar heeft hij gelijk. Ik vind dat je er zeker voor moet genieten, maar... Niet delen. Je moet gewoon opletten wat je deelt en wat je niet deelt. Ja, het is sowieso onrustig bij Ajax, ook al winnen ze nu. Want Ziyech, een week geleden, zei Overmars tegen Ajax TV... We hebben 9 middenvelders. Ziyech gaat sowieso niet komen. Nu hebben we vandaag voor de camera van de NOS gezegd... Nou, Ziyech zou ik er heel graag bij willen hebben... want het gaat nog stormen op de transfermarkt. Jij was gisteren in de Grolsvesten. Ja. Jij hebt Ziyech zien voetballen. Wat denk je? Gaat hij naar Ajax? Oh, aan de hand hoe die gisteren voetballen kan ik niet hebben. Nou, ik weet dat volgens mij is dat een stap voor hem die hij wel leuk zou vinden. Die hem, bij hem ook zou passen in de huidige fase. Ik denk dat hij de volgende stap maakt. Ik weet nog niet of hij klaar is om bij de absolute top te spelen. En het probleem bij Ziyech is, hij is een waanzinnig goede voetballer. Alleen lichamelijk wordt het wel heel zwaar, denk ik, in Duitsland en in Engeland. Dan zou hij naar Spanje moeten. Nou, dat zou dan wel weer kunnen in mijn ogen. Maar Ajax is wel een goede stap. En als hij daar 1-2 jaar goed speelt, dan kan het ook zomaar zijn dat hij nog weer een stap maakt. Ja. En nou ja, als Ajax nou dan Ziyech haalt, wat jij net zegt, dan zou ik het wel leuk zijn. Als ze Daley Sink halen, dan verhuren gratis aan Twente, zodat die ook weer speelminuten kan krijgen, dat ze over 2 jaar weer een vervanger van Ziyech hebben. Want... Ja, denk je dat dat ook de reden is dat ze nu Ziyech gaan halen, omdat er nog andere spelers weggaan? Ja, want anders is het verhaal lastig verkoopbaar natuurlijk tegen je eigen achterban. Ja, inderdaad. Maar ja, dus er werden wat, kwamen wat geruchten op dat het misschien wel Basur zou kunnen zijn. Ja, dat vind ik echt, dat zou ik belachelijk vinden. Echt onverklaarbaar. En ja, logisch, als er een x-bedrag tegenover staat, weer wat gigantisch is, snap ik het wel. Maar dan hoop je dat zo'n club eist van laat die jongen dan nog 1, hopelijk 2 seizoenen in Amsterdam. Ja. Als het echt naar de Chelsea of City of dat soort dingen is. Zo. Maar ja, is Ziyech een vervanger voor Basur, dus dan klopt je verhaal nog steeds niet. Nee. Dat is compleet ander voetballen. Ja, daarom. Jij hebt gisteren tegen hem gevoetbald. Ja, ik was onder indruk. Maar ja, ik ben sowieso onder indruk van hoe hij het afgelopen half jaar hoe hij bezig is. Twente is natuurlijk niet het meest positief het nieuws geweest. En hij blijft gewoon voetballen. Hij laat vooral echt zijn voeten spreken. En dat deed gisteren eigenlijk ook wel. Ja, jullie hadden de voorbespreking over, zeg maar, de penalty nemer. Wat was nou de voorbespreking over Twente en hoe jullie met Ziyech om zouden gaan? Je weet gewoon dat hij de speel in het web is van FC Twente. We hadden vooral gekeken naar van wie krijgt hij nou de meeste ballen. Ja. Op die manier probeerden we ze te bestrijden. Van wie krijgt hij de meeste? Wie zijn, zeg maar, de leverancier? Mokotjo. Mokotjo, ja. Is dus die verbinding wilde hij eruit halen. Ja. Maar wij werden vooral geslacht op de omschakeling. Zij bleven gewoon, denk ik, met 4 man voorin staan. Ja. En wij waren niet zorgvuldig genoeg, waardoor ze een paar keer echt goed gevaarlijk konden worden. En als hij dan een paar momenten voor de goal krijgt, die waren overigens bijna allemaal goed. Onze keeper pakte er een paar. Ja. Dan maakt hij er ook een paar. Ja, is dat zijn extra kwaliteit? Dat hij op zich, dat je hem kan uitschakelen door die paas eruit te halen. Maar als hij dan in die 1-op-1 komt, daar kwam hij 2 keer. Ja. Dat hij dan gewoon dodelijk is. Ja, nee, je ziet vooral de tweede goal. Dat is gewoon die wordt niet helemaal lekker weggewerkt. Maar hij neemt de bal aan en het is direct levensgevaarlijk. Dat is wel echt een kwaliteit die de rest van het team van Twente niet heeft. Nee. En ik denk heel veel ploegen in de regio bij ons in de buurt, waar ik Twente ook wel onderschaar. Ja, geen één ploeg. Die heeft zo'n voetballer. Nee. Je was bij die wedstrijd zaterdag. Van wie was je naast Ziyech erg onder indruk? Of was het voor jou 21 voetballers en Hakim Ziyech? Nee, helemaal niet zelfs. Ik moet eerlijk toegeven dat Spatter zichzelf tekort heeft gedaan. Vooral omdat na de 1-0 brak het een beetje. Tot het moment was het eigenlijk dat Spatter goed voetbalde. Ik vond ook via de rechterkant goed doorkwam. Met jullie rechtsback. Als ze voorstellen wat nauwkeuriger werd, dan kan het gevaarlijker worden. Nou goed, dan valt de 1-0 en dan krijgt Twente meer ruimte in de omschakeling. Wat je ook goed zegt, ze blijven staan. En dan werd het wat moeilijker, vooral als hij dan aan de bal kwam.
Wie ik leuke werkers vond was, nou ja, Mokotje voor de verdediging. Die redelijk in zijn vel zat in de tweede helft vooral. Maar wie in mijn ogen heel hard werkte defensief was die nummer 10. Die kleine, die Yeboah. Ja. Die was onwijs aan het werk, defensief gezien. In balbezit was dat niet zoveel. Maar dat zegt toch wel veel ook over Sparta. Hoe de tegenstander tegenaan keek. Want jullie voetballen ook aardig in het middenveld. Tussen de linies voetballen jullie door. Dat was echt leuk om te zien. En, nou, wat ik zeg, je deed zelf tekort met de tegenhoemen die je incasseerde. Want, ja. Het had gisteren de eerste 30 minuten niet ernaar uitgezien dat Twente die wedstrijd makkelijk gaat winnen. Absoluut niet. Nou, straks gaan we er uitgebreid over verder praten. We gaan nu verder met de koploper. En een trotse speler. Een uitblinker daarin. Jens Toornstra, een hele goede avond. Hoi, goedenavond. 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 Nou, je zit er wel bij als een trotse koploper, moet ik zeggen. Nou, waar is die glimlach? Hij is er. Wat zeg je? Het was een lange dag vandaag. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, ik had vrij, hè. Dus dan gaan we met de familie op stap. En wat doe je dan op een vrije zondag met de familie? Nou goed, vandaag was er kermis in de buurt. Dus dan zijn we even geweest. De kermis, hartstikke goed. Ja. Nou, dan kan je wel trots rondlopen, toch? Als de koploper van Nederland. Ja, dat was niet moeilijk om te doen. Dat was prima. Ja, aan het begin van het seizoen werd er veel gezegd over Feyenoord en over de aankopen. Hè? Berghuis kwam bij Elia, Jurgensen. Toen werd er gekeken, ja, waar gaat Jens Toornstra spelen? Maar sindsdien, jij bent onomstreden op dit moment. Ja, gaat goed. Ja. Had je dat zelf ook verwacht? Precies op het goede moment, hè? Ja, had je dat verwacht eigenlijk? Ik weet wel voor mezelf wat ik kan. En nu komt dat eruit. Ik denk, wat ik zeg, is dat op het goede moment gebeurd. En ik hoop dat ik deze vorm gewoon lekker vast kan houden. En zo daarvoor te zorgen dat de training niet omheen kan. Nee, maar voel je dat vertrouwen nu ook eigenlijk? Want ik zeg, je bent onomstreden. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar voelt dat nu voor jou zo? Dat je onomstreden bent op dit moment? Ja, eigenlijk wel. Tenminste, ja, ik heb nu 4 keer 90 minuten gespeeld. Ik pik mijn doelpuntje af en toe mee of een assist. En ik voel het vertrouwen ook van spelers en staf. Dus ik zit lekker in mijn vel. Ja, hoe voel je dat dan, zeg maar? Dat vertrouwen van medespelers bijvoorbeeld? Of van de trainer? Het feit dat je niet wordt gewisseld. In bepaalde gesprekken. Ja, je merkt gewoon dat het goed zit. Ja, dat is moeilijk uit te leggen, maar dat voel je gewoon. Ja, dat zijn niet bepaalde voorbeelden dat je denkt... Ja, dat had ik vorig jaar bijvoorbeeld niet. Dan speelde ik ook wel eens. En dat je nu dan een andere behandeling krijgt... waardoor je voelt dat het goed zit. En dat je voorlopig gewoon een belangrijke kracht zal zijn voor Feyenoord. Het zijn niet echt specifieke dingetjes, maar ja, het is een soort gevoel. Het is moeilijk om het uit te leggen, maar ja, het gevoel is goed in ieder geval. Dan naar Feyenoord zelf. Je bent trots koploper op dit moment. Is er alleen maar hoosannastemming in Rotterdam? Of heb je ook nog wel punten waarvan je denkt, ja, dat moet toch echt wel echt beter de komende weken? Ja, natuurlijk. Ik denk dat de eerste helft gisteren niet goed genoeg was. Gelukkig maak je vlak voor rust tegelijk maken, waardoor de tweede helft kan gaan drukken. Maar eigenlijk mag dat niet gebeuren. Dus zulke wedstrijden moeten we gewoon beter starten. Ja, waren jullie eigenlijk verrast door hoe Excelsior tegen jullie speelde, gisteren? Vooral het eerste half uur vonden ze echt de ruimtes die vonden ze heel goed. En ze kregen een paar goede kansen uit corners. Ik denk een hele goede goal gemaakt. En dat hadden wij niet echt verwacht, nee. Nee, dan win je hem uiteindelijk vrij makkelijk. En dan zie je vandaag een van de tegenstanders waar je moet om gaan strijden om het kampioenschap. PSV, 90 minuten lang struggelen tegen FC Groningen. Maakt dat dit weekend dan nog extra lekker voor je? Of ben je er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig? Nee, natuurlijk. Ja, ieder punt wat je nu kan pakken, zeg maar, dat is gewoon mooi meegenomen. Ik heb de wedstrijd zelf niet gezien. Ik zag wel een... Je was op de kermis natuurlijk, ja. Je ging net de draaimolen in. Juist, precies. Ik zag wel een statistiekje dat ze echt heel veel voorzetten hadden gegeven. Dus misschien hebben ze ook een beetje pech gehad. Maar wat ik zei, ieder punt is meegenomen op dit moment. Ja, in Eindhoven gebeurt er veel... op het gebied van transfers. In Amsterdam gaat er nog veel gebeuren. Verwacht je eigenlijk bij je eigen club nog wat de komende dagen? Dat moet je bij de directie zijn, denk ik. Maar zoals ik het team nu zie staan en hoe dat bezet is... lijkt het mij niet dat er heel veel gaat gebeuren bij ons. Nee, oké. Dan nog een laatste dingetje.
Met wat voor gevoel heb jij de loting bekeken voor de Europa League? Ja, je hebt het er 's ochtends wel over met die gasten. En ja, daar kwamen de namen van United en Fenerbahce wel voorbij. Van, dat zijn wel sterke tegenstanders. En ja, uiteindelijk lood je die ook nog. Ja, het zijn wel topwedstrijden en mooie sfeer. Maar ja, het wordt wel lastig. Dat is duidelijk. Ja, Jens Toornstra uiteraard. Die gaat speeltraks gewoon op Old Trafford. Zou top zijn, hè? Ja, nee, maar is dat dan nog... Kijk, inmiddels ben je een grote meneer bij Feyenoord aan het worden. Maar is dat dan nog wel een jongensboek voor je? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Een van de grootste clubs ter wereld. Als je daar dan in het stadion mag spelen. Tenminste, ik hoop dat ik mag spelen. Maar als je daar dan mag zijn... Hey, je hebt net gezegd dat je onomstreden bent, hè? Dus daar gaan we wel vanuit. Ja, op dit moment ook. Tuurlijk, eventjes, hè. Ja, dat is ook wel de voetbalwereld. Nou, ga lekker nog genieten van je vrije zondagavond. En komende week rust, denk ik, voor jou, of niet? Ja, ik heb niks, geen berichten binnen gehad. Dus, nou, wie weet nog, hè? Misschien gaat er nog wat gebeuren de komende uren. Misschien pak ik nog wel ergens anders een kermis. Goed. Ja. Jens, dankjewel en veel succes komende tijd, jongen. Groeten. Hoi. Het is wel mooi dat iemand eigenlijk geen rekening van tevoren gehouden aan het begin van het seizoen. Want het ging juist voornamelijk om die vier voorin. En nu gewoon omstreden, wat hij zelf ook voelt. Tenminste, voor mij is het grootste verschil de spits. En niet of de ene beter is dan de andere, maar het is zo'n andere invulling. En de mensen daaromheen hebben zoveel meer rendement dan afgelopen seizoen. Ik vind dat het grootste verschil bij Feyenoord. En ik vind ook dat het heel karig is dat er maar één van Feyenoord bij Oranje zit. En dan nog een jongen die, wat heeft hij gespeeld? Hij schiet hem dan heerlijk binnen. Maar dat is naast de selectie pas. Ja, wat vind je daarvan, Thomas? Van Feyenoord of van dat er maar eentje bij Oranje zit? Laten we eerst beginnen met het laatste wat je zei, dat er maar eentje bij Oranje zit. Dat is altijd lastig. Ik denk dat Feyenoord een hoop talentvolle spelers heeft. Ja. Maar ik denk dat ze elkaar ook niet heel veel ontlopen. Dus dan moet je ergens gewoon een keer keuzes maken. En dan moet je het niet uitmaken of iemand bij Feyenoord speelt of bij PSV of Ajax. Nee. En dan waarom het nu zo goed gaat met Feyenoord. Jordi zei dat ligt aan de spits. Dat is de grootste verandering ten opzichte van vorig jaar. Wat vind jij? Ja, het lijkt wel een spits die heel veel samenwerkt met die andere jongens. Met vooral Kuyt en Toornstra. Die hebben daar denk ik veel baat bij. En hij maakt wel een goede indruk op mij, spits. Ja, wat vind je de kracht van dit Feyenoord tot nu toe? Het is natuurlijk ook pas 4 wedstrijden. Hè? Het is lekker opportunistisch als de voetbalwereld is op dit moment. Ja, maar het belangrijkste is dat je de eerste 6 wedstrijden in de competitie wint, hoe dan ook. Maakt niet uit. Ja. En dan moet je eigenlijk je kwaliteiten uitspelen. Ik zie Feyenoord op dit moment als een kandidaat voor de top 3. Maar ik denk dat ze aan het einde het heel lastig krijgen om bovenaan te blijven. Want? Ik schat PSV sterker in. En normaal gesproken zie ik ook nog AZ erbij komen. Die schat ik ongeveer op hetzelfde niveau in als Feyenoord. En Ajax moet nog laten blijken of ze de kwaliteiten die ze hebben in het team kunnen omzetten in het niveau op het veld. Maar in ieder geval het gat is in ieder geval wel wat kleiner geworden, hè Jordi? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ten opzichte van gisteren. Maar goed, gisteren, wat Jens ook zei, onder de indruk van Excelsior. Ik denk de bal van het weekend. Ja, Hasselbank. Nigel Hasselbank. Heb je hem gezien? Ja, we kunnen helaas de beelden niet laten zien. Ook. Maar buitenkant rechts. Fantastische bal op Elbers. Goed ingelopen ook. Ja, dat is wel, was het hoogtepuntje voor Excels. Want uiteindelijk was Feyenoord wel te sterk. We trainen het wel gelijk toch. Dat het was een beetje een vertekende uitslag. Want zo makkelijk was het niet gegaan. Dus knap van Excelsior. Ja, en deze man moeten we nog wel even over hebben. Thomas, 600 wedstrijden, 219 doelpunten. Ja, dat is een fenomeen. Ik merk steeds meer, in ieder geval als je Twitter en alle social media mag geloven, dat Kuyt, je bent of voor Kuyt of je bent tegen Kuyt. Er is niet eigenlijk een grijze media. Er zit iemand hier die niet, laat ik het zo heel netjes zeggen, pro-Kuyt is. Stop, wacht, hoe kan je niet pro-Kuyt? Nou, dat gaat hij je nu uitleggen. Nee, maar zijn hele carrièrekeuzes zijn steeds anti-mijn clubs geweest. Oh, sorry. Ja. Daar heb ik het mee te maken. Okay, ja, die begrijp ik hem. Die begrijp ik hem. Als rechtsback van Oranje heb ik meer dan genoten van Zeeze. Maar fenomeen zijn? Ja, hij heeft zo ongelooflijk veel gochme en slimheid. Qua lopen en qua het maken van doelpunten. Dat is iets waar heel veel spelers een puntje aan kunnen zuigen. En daardoor is hij denk ik ook zo ver gekomen. Niet omdat hij een geweldige traptechniek heeft of echt excelleert in andere dingen, maar vooral op dat gebied, denk ik. Instelling. Ja? Alles. Wat hij van instelling heeft, hoe hij werkt, kijken hoe hij eruit ziet, hoe hij nog loopt op zijn leeftijd. Ik denk dat
ieder talent naar Kuyt mag kijken en kijken gaan. Zo moet je in je hoofd zijn, zo moet je werken, zo moet je iedere dag met je vak bezig zijn en dan maak je een kans. Wie was, ik wil net zeggen, wie was in jouw carrière iemand waar je een voorbeeld aan neemt? Ah, nou, maar je bent pas, wat zeg ik, een jaar gestopt? Ja, ik ben een jaar gestopt, ja. Nee, maar dat, je had natuurlijk wel voorbeelden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ik had altijd een voetbalvader. En dat was in de begintijd, dat is meestal zo. Als je bij een club komt, dat je begint, was Spira Grujic. Ja, Twente toch? Centraal achterin? Ja, dat was gewoon, hij leefde gewoon voor hoe je moest zijn. En niet op een zware manier. Nee, gewoon zoals hij was. Daar probeerden wij jonge jongens ons dan op te trekken. Hij had altijd een open oor, hij hielp ons altijd. En ja, dat was gewoon iemand waar ik heel veel aan had om het te bereiken. Ja. Eerlijk is eerlijk. En de steun van familie en vrienden. Ja. Om weten dat je gewoon... Maar gewoon wat een beetje, Dirk Kuyt, wat Thomas net zegt. Een voorbeeld waar veel spelers een puntje aan kunnen zuigen qua instelling. Dat was Spira Grujic voor jou. Ja, absoluut. Wie heb jij eigenlijk aan iemand? Bij Sparta of niet, bij VOC vroeger? Niet als echt voorbeeld. Maar wij hebben bij ons in de selectie Michel Breuer. Die op die manier voor zijn sport leeft. En ik denk op dit moment het maximale haalt uit... Neem ons eens mee. Want het is altijd de discussie. Dat zo'n Breuer, dat kan echt niet meer. Nou, we hebben hier Tom van Weer 2 weken geleden gehad. Die zei, ik heb tegen hem gespeeld. Ja, die gozer kan gewoon nog prima mee op Eredivisie niveau. Ja, dat ben ik volledig met hem eens. Kijk, er zijn natuurlijk een paar dingen waarin hij misschien wat minder is dan verdedigers van Ajax. Maar als je ziet hoe hij het elftal organiseert en hoe slim hij is met kiezen van positie en het winnen van duels. En eigenlijk het lezen van het spel van de tegenstander. Dan durf ik wel te beweren dat hij veel beter is dan centrale verdedigers bij andere ploegen onderin de Eredivisie. Ja, maar het oog dan altijd gewoon dan... Dat, hè? Ja. De perceptie. Maar ja, als je op een bepaalde leeftijd natuurlijk kan je wel eens door een hele snelle buitenspeler gepakt worden. En dat ziet er dan super ongelukkig uit in de Eredivisie. Ja? Ik werd nooit gepakt. Nooit. Ik was zo snel, zo slim. We hebben ook trouwens nog een hele discussie gehad over jouw gele kaart en zo, toch? Ik heb toen nooit gele kaart gehad. Nee, ik stond altijd goed. Je stond wel toen bovenaan dat klassement met de overtredingen, toch? Dat hebben we wel een keer laten zien. Ja hoor. Ja. Dus zo goed ging het dus ook. Later in je carrière, toch? Ja, bij Heracles. Ja, bij Heracles. Ja, vroeger liet hij ze man gewoon lopen. Vroeger ging ik er niet achterheen. Nee. Ben je dat? Ja, jij bent ook niet iemand, toch? Eigenlijk die achter zijn man aan wil lopen. Je ontkomt er niet meer aan, hè? Niet, hè? Nee? Nou ja, ik ben liever een speler die de bal in de ploeg heeft dan verdedigen, maar ja. Top instelling. Had ik ook altijd. Ja. Nou, ik had het net al met Jens over. Die is nu onomstreden bij Feyenoord. Ja, dat kan ik helaas nog niet zeggen bij jou. Nou, ik heb een beetje pech gehad met een blessure. En op dit moment zit ik even op de bank. Dus het is wachten tot het moment komt dat ik een kans wil krijgen. En, ja. Ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat vanzelf weer komt. Ja, maar toch, ik had het met Jens over jongensboek van Alphonse Boys uiteindelijk op Old Trafford spelen. Ja, jouw jongensboek, het volgende hoofdstuk, ja, dat wordt nu geschreven natuurlijk, hè, van de amateurs nu in de Eredivisie. Maar dan had je eigenlijk vanaf het begin Ajax thuis willen starten. Ja, ik had het me anders voorgesteld aan het eind van vorig seizoen. Maar weet je, het is ook niet anders. Ik bedoel, een beetje ongelukkig geblesseerd geraakt. Ja. En dan... En de jongens die nu spelen, die doen het ook goed. Zo is het ook. Dus dan is het ook niet dat je dat 1, 2, 3 verandert. En ik merk op training dat ik weer sterker word en weer beter word. Wat zegt en, de trainer dan tegen jou nu? Nou ja, gewoon zoals het is. Ik bedoel, hij kiest voor... ik ben weer fit. Hij kiest op dit moment voor die andere jongens. En dat moet ik accepteren. En gewoon ervoor zorgen dat mijn kans weer komt. En even wachten op mijn beurt. Nou, ja. Dat, je gevoel zegt dat heel moeilijk is, maar... Heb je dit eerder meegemaakt in je carrière eigenlijk? Nee. Nee? Nee. Simon, geef deze jongen nou eens even advies. Als je op de bank... De kans komt van alleen. Nee, maar wat is nou het belangrijkste dan? Nou, ik heb het heel vaak meegemaakt, want ik was eigenlijk nooit onomstreden in mijn positie. Omdat ik, wat we net ook aangaf, ik was echt iemand die met omschakelen, was niet mijn sterkste punt. Nou, de trainer houdt natuurlijk van omschakelen. En dan was het altijd iedere dag op de training weer laten zien dat je het goed doet. En als je dan niet speelde, dan moest je wachten. Maar uiteindelijk heb je een bepaalde kwaliteit waar je op kan vertrouwen. En als je daarop kan vertrouwen en die kan aantonen en je kans dan krijgt, ja, dan moet je het geluk hebben en ook vooral de instelling hebben om op dat moment supreme, juist te presenteren je kwaliteit. Ja. En te presteren. Nou, en als je dat kan, dan blijf je er wel in.
heb het vaak meegemaakt, maar ik ging er ook wel vrij snel weer uit, hoor. Maar was jij een moeilijke jongen dan, zeg maar, op een gegeven moment als je speelde? Nou, ik was niet gelukkig. Je hoort wel eens in de voetballerij, als je lastig, dan vinden spelers het ook niet lekker om je op de bank te houden, zeg maar. Ben jij een lastige jongen als je niet speelt? Nee. Deze stilte zegt eigenlijk al genoeg, hè? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik die rol gewoon vervul zoals dat zou moeten. Alleen, je merkt toch op trainingen dat het net iets giftiger is dan normaal gesproken. Maar dat is ook logisch, want je wil laten zien dat je erbij hoort. En dat wil je doen door je voeten te laten spreken. En ik vind dat ik vind het altijd een zwakte als spelers gaan lopen roepen dat ze erin horen. En dat ze niet tevreden zijn. Ik bedoel, er is bijna geen voetballer. Je kan ze wel opnoemen. Maar de meeste voetballers die maken het een keer mee dat je niet in de basiself staat. Ja. Altijd. Voor jou begint het op 28-jarige leeftijd voor het eerst nu. Maar dat vind toch? Ik wel heel belangrijk. Wat je nu aangeeft vind ik heel belangrijk. Het belangrijkste is vooral waar ik een hekel aan had altijd. En ik zat wel vaak op de bank, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik heb één ding heb ik nooit geknokt. Ja, maar hij is toch niet zo goed. Of hij doet dat fout. Of als iemand een fout maakt, kijk, hij heeft een fout gemaakt. En ik hoop dat het ook zo gaat gebeuren in een team. Want vooral de wisselspelers die ontevreden zijn, die gaan met elkaar klikken. En die gaan een beetje praten over spelers die het slecht doen. Of die een fout maken. Want ze denken, ja, dan kan ik ook spelen. Of dan zit iemand, ja, jij moet spelen. Mm-hmm. Ik hoop echt dat als dat iemand in een team doet in de Eredivisie, dat die heel hard op gaat staan en zegt, oh, ben je nou negatief aan het praten? Zodat iedereen het hoort dat het nooit meer gebeurt. Ja. Dat is het meest vervelende. Op de training een schop uitdelen. Heb ik altijd gedaan. Net even sorry boven de bal. Ja, sorry. Maar niet van het gezanik en gepraat. Nee, dat moet je niet hebben. Nee. Wat ik trouwens wel interessant vind over Sparta. Ik zag Ron Jans. Voor mij was het duel voordat jullie tegen hun speelden. Dus misschien had hij voorspellende gaven. Die zei, ja, Sparta gaat geen enkel probleem hebben om in de Eredivisie te blijven dit jaar. Nou, zover zijn we nog niet, toch? Nee, maar hij sprak dat. Omdat hij jullie selectie had gezien, hoe jullie voetballen, jullie intentie. Deel je die mening? Ja, je moet het altijd maar even afwachten. Maar ik heb wel het gevoel dat we met iets moois bezig zijn. Het team is bij elkaar gebleven. We werken ongelooflijk hard. Het is echt een grote bereidheid om echt veel werk te verzetten om beter te worden. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat niet zonder succes blijft. Alleen het is wat even afwachten hoe je. Ja, er zijn veel spelers die nog niet in de Eredivisie hebben gespeeld. Dus hoe dat op lange termijn zich gaat uitwerken. Nee, maak je geen enkele zorgen. Nee. Ah, mooi, goed om te horen. Fef, er kwam een vraag voor jou binnen. Hoe gaat Dirk Kuyt ontvangen worden als het straks Manchester United, als het Feyenoord Fenerbahçe is in de Kuip? Geen twijfel over als een held. Want dus ook een groot deel van de supporters vond het heel klote dat hij wegging. Ondanks zijn leeftijd. En dat is een beetje contract afgelopen, laat maar gaan. Ja. Want ik heb het idee dat als Fener er nog iets bij had gedaan, dat hij nog een jaartje later pas naar Rotterdam zou terugkeren. Maar dat vinden ze gewoon prachtig, hoor. Die heeft daar hetzelfde wat hij overal heeft gedaan. Dus er zijn geen kwaad woord van de eigen supporters. Wie is een grotere held bij Fener? Pierre van Hooijdonk of Dirk Kuyt? Poeh, dat is wel lastig, hoor. Want Pierre heeft ze toen wel bijna in zijn eentje kampioen gemaakt. En dat heeft wel echt indruk gemaakt destijds. Maar ja, aan de andere kant is Kuyt overal op het veld, elke week 90 minuten lang. Dus dat doet het zeker in Turkije ook heel goed. Ja, vind ik lastig. Ik denk niet dat ze liggen niet ver uit elkaar. Nee, oké. Maar de derde optie, die komt niet in de buurt bij beide. Over wie heb je het? Van Persie. Oh, oké. Gaan zich de Feyenoord-spelers wonderen hoe hij ontvangen wordt, hè? Wordt hij echt, je weet in Turkije hoe de supporters zijn als een held terugkeert. Die wordt natuurlijk onwijs toegezongen en toegejuicht. Ja, zeker. Zal menige Feyenoord-speler waarschijnlijk naar boven kijken en zegt, dit is ongelooflijk. Een speler van ons die in het vreemde stadion zo ontvangen wordt. Ja, ik denk het wel. Want voor de andere team, daar gaan ze niet voor staan klappen en doen. Nee. Dus dat zullen ze ook wel meekrijgen. Ik zei het laatst een beetje, het is natuurlijk heel veel sentiment en zo. Ik verwacht gewoon veel doelpunten waar spelers niet gaan juichen uit respect en dat soort dingen en zo. Ja. Volgens mij wordt het allemaal een hele respectvolle bedoeling. Vraagje voor jou. Bij Heracles keert eerst Duarte terug. Vandaag zat Armenteros op de tribune. De trainer deed een beetje, ging een beetje zweten. Hè. Voor mij was het heel warm dan. Oh ja, het was een interview waar jij bij stond. Ja. Met Helene Hendricks en bij Fox Sports. Maar goed dat twee oude jongens terugkeren op het oude nest. Ik dacht dat je ging vragen of hij ook terugging. Ja, die dacht ik. Nou, ik dacht hij ook. Ja, nu komt hij eindelijk iemand die me weer. Ze is een type show, hoor. Nee, ik ben blij dat ik nu op het veld sta. Het lopen vandaag ook weer, zag ik. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik. Het is altijd een twijfelgeval, vind ik, voor mij. Het kan heel goed gaan met spelers die terugkeren.
En je haalt natuurlijk wel twee... laten we eerlijk zijn. Armenteros is nog niet 100%. Nee. Duarte dan wel. En wij hopen natuurlijk allemaal dat we weer een Duarte te zien krijgen zoals hij daarvoor was. Dat is een aanwinst voor de Eredivisie. Absoluut. Een aanwinst voor Heracles. Nou, ik hoop heel erg dat hij zijn oud niveau haalt en dat ze hem de tijd gunnen om daar weer te komen. Dat zou fantastisch zijn. Amateur is hetzelfde, ook een fantastisch voetbaltechnisch. Blijft afwachten natuurlijk. Maar het is altijd moeilijk om terug te keren. Op waar je, want ze verwachten van jou wat je al een keer gepresenteerd of gepresteerd hebt. En dat weer waarmaken, dat wordt heel lastig. Ik hoop het echt dat het gebeurt. Ook vooral voor de toeschouwers zoals ik, van spelers als Duarte en Amateurs, dat het, als die terugkomt, dat het gebeurt. Ja, absoluut. Ja, lijkt me ook. Was een absolute verrijking voor de Eredivisie. Quizvraagje voor mij de vorige keer toen jij bij ons was. Wist jij? Je bent wel iemand van quizvraagjes. Simon Tjommer durf ik bijna geen quizvraag meer te stellen. Even om jou te testen. De vraag van vorige week. Welk land trok zich ooit terug voor een WK omdat de FIFA een verzoek van dat betreffende land om de spelers op blote voeten te laten spelen weigerde? Duitsland. Ik ga voor Nigeria. Ja, iedereen had een Afrikaans land, hè? Die hier vorige week ook de gast was. Ja, maar het goede antwoord werd weer in 26 mentions niet goed verklaard, ja, toch? Maar durven wij ooit te twijfelen aan de quizmaster Michel Albink? Oh, het komt van Albink. Nee, dan dan lukt diegene. Het juiste antwoord is India in 1950. Ja, ja. De winnaar is Ivan Bij. Gefeliciteerd, Ivan. Jij wint een voetbalculture shirt. Dan de vraag van deze week. In de zomer van 2002 lijfde FC Groningen een Frans supertalent in. De vleugelspeler vertrok in augustus van het jaar alweer wegens heimwee. Wat is de naam van deze speler? Oeh. Jij denkt hem echt te weten, Simon? Nee, want ik was in 2002 was ik wel in Nederland. Dat is jammer. Oh. Ik weet echt niet. Geen. Dat doen niet worden, nee? Nou, oké. Okay. Jullie hebben heel veel aan deze man op dit moment. Dat zie je alweer. Mocht jij wel het antwoord weten, hashtag FC Afkikken. Dan maak je kans op een voetbalculture shirt. Ja, in de chat wordt er echt massale berichten gestuurd over wie waarheen gaat nog voor transfers. Komende woensdag is er een speciale uitzending van FC Afkikken samen met Voetbal International. Dan hebben we een 6 uur durende live show over wie waarheen gaat. En dan is het ook de transfer deadline. Dus dan gaat alles bekend worden. Dus op dit moment kunnen we op alles ingaan. Maar aanstaande woensdag gaan we dat 6 uur lang, doen. Dus hou nog even je vragen voor je. En dan over 3 dagen is er ook wat meer duidelijkheid. Er komen wel heel veel vragen binnen over Ruud Gullit bij de KNVB. Over die hele soap. Heb je het een beetje meegekregen of niet? Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het somber dat dit allemaal zo breed getrapt wordt in de media. En dat daar eigenlijk niemand positief bij van afkomt. Dat vind ik heel jammer. Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat negatieve uitspraken gedaan worden over de bondscoach. Er wordt negatief gesproken over bepaalde beslissingen van of het nou waar is of niet van Ruud Gullit. Dan wordt dus negatief gesproken over Van Breukelen dat wat gebeurd is. Nou, dan komen we weer opeens trainers uit de hoek die ook assistent zouden worden, waar dan toch niet of wel met gesproken is. Hoekenboy. Ja, ik vind het gewoon allemaal. Ik ben benieuwd waar naar je op zoek bent als de ene optie Gullit is en de andere boy. Ja, maar hoe kan het nou niet dat wij gewoon als KNVB zijn en nu in de huidige tijd, we hebben het slecht gedaan, de laatste toernooi. Laten we toch gewoon met z'n allen nou proberen het beste eruit te halen en dat eerst maar met elkaar proberen te bevestigen en voor elkaar te krijgen en dan naar buiten brengen. Kan dat, is zo moeilijk? Ja, ik werk niet bij de KNVB. Nee, maar is dat zo moeilijk? Ik bedoel, de media zit natuurlijk overal bovenop. En ik vind ook dat het volk, de supporters, het recht hebben om alles te ervaren. Maar ik vind dit wel een soap worden. En ik vind niet dat we als KNVB voorloper moeten zijn van een soap. Nee, juist niet. We moeten juist stabiel en goed werkend werk verrichten. Ja. En daarnaast moet de KNVB weer verstaan. En niet voor een goede tijd en slechte tijden. Thomas, denk je dat ongeacht wat er nu gebeurt rondom de KNVB, dat die vibe eromheen is zo negatief? Dus weet je, alles wordt ook zo extra zwaar naar buiten toe gebracht door de media. Ja, je ziet het wel vaak dat als het boven in een bedrijf of in een voetbalbedrijf rommelt, dat uitwerkt naar het veld, zeg maar. Ja. Dus dat zou kunnen. Maar het is een beetje raar, want Van Breukelen wordt gewoon door 2 mensen in 1 week beticht van het vertellen van leugens. Ja. Maar dus dat zoiets kan nooit goed zijn voor de spelers, al helemaal niet. Maar is dat ook een beetje in de tijd dat we nu leven, dat vroeger, dat je met vroeger nog dingen wegkwam, maar ja, tegenwoordig, wat Mark Overmars tegen de NOS zei, moeten elk uur nieuwsites gevuld worden. Dus was dit misschien een berichtje dat 10 jaar geleden wel over was gevlogen en zo. En nu duikt iedereen er gelijk bovenop, Jordi.
Ja, ik denk meer dat het het belang van het onderwerp is. En niet zozeer dat de publiek zit te wachten op de uitslag ervan, zeg maar. Het is gewoon van nogal cruciaal belang wat de KNVB voor beleid uitvoert en wie ze daarvoor op welke plek neerzetten. Dus het is gewoon hartstikke belangrijk. Dat van Mark Overmars, dat klopt natuurlijk wel op clubniveau. Dat gewoon, er zijn 25 sites die de hele dag het liefst 20 berichten over Ajax tikken. Dat is weer wat anders. Maar ja, dit lijkt me niet onterecht. De aandacht wie hier naartoe gaat. Ja, of alles uitgelekt moet worden, ja, dat zit aan de personen die eraan deelnemen. Ja. Wat vind je nou, hè? Ze zijn op zoek naar een nieuwe assistent. Wat zou nou goed zijn bij deze groep, denk je, Simon? Is dat iemand van deze generatie, hè? Van de jongere generatie, iemand van jouw leeftijd die net gestopt is, hè? En die begint aan zijn trainingscarrière? Of moet je een iemand zetten die 20, 30 jaar meeloopt in het vak zoals Dick Advocaat voorheen? Nou ja, we laten dus eerlijk zijn, in de verleden tijd, jaren geleden, dan noem ik het tijd nog maar Van Basten, Gullit. Of zelfs daarvoor hadden we grootheden in de voetballerij. En waarom kunnen die niet, die nu inmiddels ook ervaring hebben opgedaan als trainers of in een ander vak, waarom kunnen die niet terugkeren en boven als assistent meewerken? Wel als een goede assistent, want wij voetballers, nee, ik noem me nu nog een keer voetballer, terwijl ik er niet meer ben, maar ja, sorry, maar als een Ruud Gullit op het veld staat en mij iets vertelt, nou, dan kan ik de Champions League gewonnen hebben, maar dan luister ik gewoon. En ik persoonlijk heb een absolute favoriet ook daarin. Die waar ik als speler, nou, waar ik dan op had moeten letten dat ik niet te veel respect toon. Dat is bijvoorbeeld Clarence Seedorf. Als die voor een groep staat, laten we eens even eerlijk zijn. Dan maar zou hij nu als assistent denken? Maar ik noem alleen maar, namen. Ja. Ik noem nu namen. We hebben Dennis Bergkamp, weet ik veel. We hebben heel veel grootheden in het verleden in het Nederlands voetbal voortgebracht. En pik er een en zet hij er neer. En het enige waar je voor moet opletten, dat diegene niet meer macht krijgt dan een bondscoach. Ja, maar dat is misschien met een Seedorf of zo. Dat is het enige waar je heel erg voor maar, moet maken. Maar Mark van Bommel, Thomas? Ja, top. Ja, ik vind het altijd moeilijk om namen te roepen op basis van wat ze hebben gepresteerd. Ik vind dat je, als je invulling gaat geven aan een trainerstaf, dat je dan moet kijken naar specifieke kwaliteiten. En complementair zijn aan elkaar. Yes. En daar moet het over gaan. Dat moet de discussie zijn en niet of iemand oud genoeg is of niet oud genoeg is of jong is, goed met, ja, dat zijn dingen, ja, je schrijft iemand bepaalde kwaliteit aan en daarop ga je selecteren en niet op wat ze vroeger hebben gepresteerd, dat vind ik. Oké, dus niet ongangs hebben ze een hele grote carrière achter. Ja, kijk, dat kan altijd helpen, want het geeft je gewoon meer, spelers luisteren sneller naar je als je veel hebt gepresteerd, zo werkt dat gewoon op een of andere manier, maar ik vind niet dat leidend moet zijn. Het zegt ook wel een beetje het vertrouwen wat we in de bondscoach hebben, hoe belangrijk we het maken welke assistent we er neerzetten. Want afgelopen periodes waren dat steeds topvoetballers die net gestopt zijn. En dat ging met een klein nieuwsbericht zijn van Frank de Boer en Cocu gaan mee naar Zuid-Afrika. Ja. Prima, niemand die erom krijgt. Maar nu is het ineens van belang omdat niemand vertrouwen heeft in Blind. Nee. Ja, maar kijk, dat is, daarom, ik wil nog één keer terugkomen, want je uitleg is fantastisch. Dat je zegt van het gaat om de kwaliteiten en de aanvulling van de staf. Daar moet je gewoon heel goed naar kijken. Het enige probleem wat ik heb, als je iemand neemt die ook al bewezen heeft een goede trainer te zijn, kom je dan niet in conflict. Daar hebben we het dan weer over, dat je complimenteerd zijn. Ja. Dus daarom heb ik zoiets van, ja, als je iemand moet hebben, zoals nu Gullit, kies je ervoor om voor een groep te zetten, is het een persoon waar iedereen tegenop kijkt. Kijk, hij heeft natuurlijk trainerservaring. Hij is bij Chelsea als spelerstrainer geweest. Hij is bij Feyenoord trainer geweest. Ja. Maar goed, hij is de laatste jaren niet meer actief geweest als trainer. Dus je zet wel iemand neer die waarschijnlijk mee kan praten en mee wil praten, maar niet die het roer wil overnemen op dat moment. Die ambitie ook niet heeft. Nee. Duidelijk, ja. Het zal in ieder geval nog een tijdje onrustig blijven in Zeist, waar het al een tijdje heel rustig is in Eindhoven. Tot vandaag, Stef de Bond. Het ging zo relaxed. Ja, tot vanmiddag half 1. Ja. Wat ging er allemaal mis vandaag in Eindhoven? Nou, heb je even. nou ja, kijk, als jullie hebben die wedstrijd waarschijnlijk ook gezien. Zeker. En PSV komt tegen 10 man te staan en kan vervolgens 60 minuten lang aanvallen. En wat ik dan heel schijnend vind, hebben we niet eens over de penalty van Luc de Jong nog, of het wisselbeleid van Philippe Cocu, maar ik vind vooral de manier waarop PSV kansen creëert. Ik zag net de statistiek dat ze 60 keer een bal de 16 meter ingepompt hebben. Alleen maar op zoek naar diezelfde Luc de Jong. Ja, het ontbrak een beetje aan de creativiteit bij PSV. En dat mag toch wel zorgen baten bij de landskampioen. En daarvoor hebben ze nu toch Bartje Ramselaar en Siem de Jong gehaald, toch? Ja, okay, maar Ramselaar is niet direct gehaald voor de basis. Okay. Er zijn ook heel veel verhalen over van hoe gaat het met op het middenveld. Want Hendricks is in vorm en dan komt Siem de Jong erbij. En hoe gaat de concurrentiestrijd? En bij PSV hebben ze eigenlijk Ramselaar verteld. Als je bij Utrecht blijft, ga je 30 wedstrijden spelen in de Eredivisie.
En bij PSV moet je ervan uitgaan dat het misschien maar 10 zijn. Ga lekker op jezelf wonen. En wacht tot volgend jaar Davy Prupper vertrekt. En dan krijg jij je plekje wel. Dus dat moeten we niet vergeten. En Bart Ramsen zei, ja, dat is goed. Nee, dat was een vraag, Stef. Dus Bart Ramslaar, die ging daarmee akkoord. Die hoorde dit aan? Ik hoorde het niet. Nee, ik heb Bart Ramslaar werd ook, die geïnvesteerd in zichzelf. Die heeft een 5-jaar contract getekend. En die weet, ik kom bij een topclub, die spelen veel wedstrijden. Ik ga minuten wel maken. En ik ken Ramslaar inmiddels een beetje. Die gaat echt wel vechten voor zijn plekje. Maar die weet wel gewoon dat hij niet onbetwist nummer 1 op middenveld wordt. Oké, okay, duidelijk. Dus die discussie over te veel middenvelders, te veel concurrentie. Nou, in ieder geval eentje valt er voor af. Wat mij wel opviel, we hebben het net een hele lange tijd gehad over, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, over het nemen van penalties. Luc de Jong heeft al eens eerder gemist. Maar hoe schoot hij die bal vandaag in? Ja, alsof hij zeker wist dat de doelman naar een hoek ging. Dat is de enige manier op het kan verklaren. Want het was niet eens, de bal door het midden was niet eens goed. Wij denken altijd, bal door het midden, denken we aan Neeskens. Dat is vol op de vreef, hard en hoog. Als de keeper dan blijft staan, dan gaat hij met bal en al doel in. Maar Luc de Jong leek zo overtuigd van het feit dat Sergio Pot naar een hoek zou gaan, dat dit voldoende zou zijn. Nou, hij is de afloop netjes door het stof gegaan. Hij heeft ook duidelijk aangegeven dat hij begrijpt dat hij de penalties niet meer gaat nemen. Maar het is zorgelijk, 12 penalties in 2 jaar tijd. En er zijn er maar 6 gescoord door PSV'ers. Ja, wie is de volgende nu op de lijst die je mag nemen? Nou, ik weet dat vandaag Pereiro klaar stond om zich te ontfermen over die bal. Maar ja, er zijn meerdere PSV'ers die een slecht moyenne hebben wat dat betreft. En toch zou ik denken, als je kijkt naar die selectie, bijvoorbeeld een Davy Prupper met een fantastische traptechniek. Maar daar ging het toch niet over? Ja, nee, Stef, je haalt nu weer die hele discussie. Ik ben het met je eens. Ik denk, een goede traptechniek moeten, maar er zit hier ervaringsdeskundige dat niet de hoofdreden moet zijn voor een goede penalty. Een goede traptechniek. Maar goed, wij zijn ook maar toeschouwers van de zijkant, hè. Hier zit de ervaringsdeskundige, Stef. Maar ik ben het met je eens, hoor. Goede traptechniek. Maar nou, er zijn in ieder geval opvolgers die dan de penalties gaan nemen. Waar ik het met je over wil hebben. Er zijn 2 versterking binnengehaald. Siem de Jong en Bart Ramslaar. Ze hebben van de week de Oekraïense... Sitchenko. Ja, Sitchenko. Is dat nou meer een buitenspeler of een middenvelder? Nou, hij staat te boeken in Oekraïne als een middenvelder. Maar hij kan ook heel goed op links en rechts buiten spelen. En PSV heeft hem toch vooral aangetrokken voor die linkerkant. Om wat meer creativiteit op die vleugel te krijgen. Ja, oké. Okay, want daar staat eigenlijk nu iemand... Die speelt er nu al voor mij 2 jaar. Die eigenlijk geen buitenspeler is, Locadia. Ja, dat blijft een heel vreemd verhaal. Want hij heeft zijn waarde, zijn doelpunt, assist. Maar ja, zeker met Luc de Jong in de spits, dat heb ik al eerder gezegd. Dat is een nummer 9 die vooral sterk is met zijn hoofd. Dan zeg ik, zijkanten, voorzetten, die jongen in stelling brengen. Maar de ballen moeten echt van Jetro Willems komen. En die komen niet van Locadia. Dus, maar ja, Cocu houdt wel vast aan... aan Locadia op links en in dit geval Narsing op rechts. Maar goed, 3 versterkingen bij die... Ramslaar heb je gezegd dat niet heel veel gaan spelen... maar in ieder geval die de concurrentie verhogen. Er moeten ook spelers weg, waaronder Adam Maher. Is daar al wat nieuws om? Dan moet ik zeggen, je vergeet nog Daniel Swaat. Die hebben ze ook nog gehaald, centraal achterin. De jongen kan ook nog daadwerkelijk gaan spelen dit seizoen. Die heb ik even gesproken in de afloop in de mixzone. Het viel op. Alle PSV's kwamen heel laat naar buiten. En hij was heel snel weg. Ook niet meer naar het spelersom geweest. En die ging er vandoor. En ik vroeg eruit, Adam, nog nieuws. Hij zei, dan moet je Siggy bellen. Nou, Siggy is zijn zakennemer, Siggy Lens. Nog 3 dagen. Maar het is wel simpel. Kijk, PSV heeft al Ramselaar gehaald. Heeft al Siem de Jong gehaald. Lundqvist, dat is een talentvolle jongen die eraan zit te komen. Daarmee hebben ze 6 middenvelders. En daarmee is de rol van Maher uitgespeeld. Ik gooide nog een tweetje uit vandaag. PSV was aan het breien rondom die 16. Er werd weinig gecreëerd. Ik had een beetje behoefte aan een type Maher. Iemand die tussen de linies kon lopen of een steekballetje kon geven. Nou, en zelfs vandaag kwam hij niet meer in de plannen voor van Philippe Cocu. Dus Maher heeft een paar dagen om weg te komen. Ja, nog 3 dagen. Verwacht je nog veel transfergeweld in Eindhoven? Maher is dan 1. Je hebt een paar jongens die er al wat langer buiten vallen. Rijf Vloed, Simon Paulsen. Dat zijn jongens, dat is aflopende zaken, die mogen weg. Ja, de 2 jongens wat deden dat interessant is geweest, waren Willems en Narsing. Het feit dat ze vandaag liepen, zegt wel wat. Toon Gerbrands gaf eerder al aan. Ja, wij zijn als PSV niet een club die tot 31 augustus gaat wachten met dat soort spelers. Ook omdat er dan gewoon een vervanger moet komen. Ja. Dus, ja, op dit moment zeg ik van niet. Alleen, ja, we hebben het gezien ook met de Sillissen. PSV kan heel goed de spelers binnen het woord houden. Zo is er ook een bod geweest op Davy Prupper. Of tenminste, er is contact geweest over Davy Prupper. Ze meteen zegt nee. Prupper wilde zelf ook niet overigens. Eerder was eerder al deze transferperiode. Waar kwam dat bod vandaan? Nou, dat willen ze niet vertellen. Ah, oké. Maar stel dat er nu een club komt die toch pak een beet 30, 35 miljoen voor de speler neer wil leggen. Het kan natuurlijk in deze
complete transfergekte. Ja, kan PSV ook niet alles weigeren. Maar op dit moment lijkt het nog rustig. Het lijkt nog rustig. In ieder geval ben je er woensdag zelf in de studio om meer over PSV te bespreken met ons. Want je bent aanwezig bij de Transfer Deadline Show. Dus nou, mocht er wat gebeuren, dan kan je er voor ons live meepraten. Uitstekend. Dankjewel, Stef. Fijne avond. Hij viel een beetje stil over die vraag van Ramselaar. Ja. Ik vind het nog wel opmerkelijk. Ja, als, hoe hij brengt het inderdaad. Dat zou het best opmerkelijk zijn. Toch? Ja, het is logisch misschien om te zeggen in zijn ontwikkeling. Maar tegen een speler zeggen, ga er maar vanuit dat je dit jaar maar... 10 potjes. 10 potjes voetbalt in de Eredivisie. Ja, hij is zelf ook niet dom, toch? Ik denk dat hij weet wat er loopt. En dat gewoon echt goede spelers zijn. En, de training dat omhoog kan. Ja, misschien heeft hij zelf wel het gevoel dat hij dat niveau al aan kan. En dat hij zichzelf erin knokt. Dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Ja. Ik bedoel, het zal niet de eerste keer zijn dat iemand... Verrast. Ja. Ik vind het echt een goede speler. Dat vind ik ook een fantastische voetballer. We hebben de gemiste penalty van Leon de Kogel. Siem de Jong, dan is eigenlijk de mooiste bewaren tot eind. Jij was bij die wedstrijd. Je had het in de rust nog over Havener. Mike Havener. 1 kans, 1 goal. Maar wat voor goal? Ja, een fantastische goal. Maar dan gaat hij in de, wat is het, 83ste minuut of zo? Achter de bal staan. Zelf uitgehaald, de penalty. Ja, goede actie. Ja. Toen dacht jij... Ongelooflijke actie van hem, had ik ook niet verwacht. En wat dacht je toen? Zekerheidje. Ja, Mikey schiet hem gewoon binnen. En dat dacht hij ook. En toen, wij zaten echt zo. Ja. Ja. Ik zat aan de andere kant van het stadion en ik dacht van... Ziet hij ons... Waar is die bal nou? Ik heb het ook nog nooit gezien. Een Panenka die zo overgaat. Daar was wel hoog over inderdaad. Ja, misschien was het wel die mooie goal zeg maar, die hem een beetje overmoedig maakte. Om dan ook nog eens hij zei het ook, hè? Hier wat geks te doen. Ik was een beetje te overmoedig. Ja, ik zou ook niet anders weten hoe je het anders nu moet verklaren. Dat je... Heb jij hem wel zo genomen? Nee, ik heb eigenlijk nog nooit... Een wel eens over nagedacht? Nou, het is verleidelijk, maar ik vind dat het onnodig is. Ik zie eigenlijk de functie niet in van of je hem nou stift of dat je als je een keeper ziet gaan, dat je hem gewoon in een andere hoek nog meer opzet. Ja, het gaat volgens mij om dat hij erin gaat. Het is het extra vernederen, denk ik. Een beetje, ja. Nee. Wat is het dan? Dat er toch geen speler gaat er niet staan om een keeper te vernederen. Maar als je maakt zoals Ziyech bijvoorbeeld tegen Cillessen, dat is een Panenka dat je echt denkt van ja, daar zit zoveel gevoel in. Maar... Ja, maar ik kan me niet voorstellen... Ja, dat zou trouwens wel... Maar ik kan me niet voorstellen dat je daarmee denkt dat je procentueel meer kans maakt om een penalty te scoren door zo'n bal te... Nou, het gaat erom dat de keeper gaat meestal... Gaat de keeper daar, want dat is ook weer... We hebben het net over penalty nemen. Maar een echte goede keeper blijft ook heel lang staan. En de meeste keepers duiken heel snel. Dus dat is ook weer een kwaliteit. En bijvoorbeeld een speler zoals Van Daal, laten we eens eerlijk zijn. Hij had ook kunnen wachten bij die bal, een koffie kunnen drinken en hem dan in de hoek kunnen schuiven. Want die keeper die lag al 3 jaar. Die lag al 2. Toch? Die lag al 2. Ja, dat was pijnlijk. Dat was al die keeper ook zo kijken. Die lag al in de hoek. En dan is een Panenka alleen maar zodat hij rustig in het midden gaat en dat hij over het beentje gaat. Zodat niemand. Hoor je wat Petrovic zei? Ik hoorde goed wat hij zei. Stond natuurlijk naast. Ja, wij zijn in de Real Madrid. En die was, ja, hij bleef, maar hij was wit heet. Ja. Ja. En er was ook, ja, in mijn ogen, ik heb de analyse van hem in mijn ogen was ook heel goed van de wedstrijd. Ja. Want ik vond ADO Den Haag inderdaad ook een betere ploeg. Eerste helft al tot de goal en tweede helft weer. Ja. En ze hadden ze gewoon moeten belonen. En tweede helft zelfs 3 ballen op de kop bij Mike. Of tenminste 3 goede voorzetten van Kanon die ook goed speelde. En kansen gecreëerd. En dan heb je de kans en die creëert hij echt mooi. Want hij maakt volgens mij een hele... Zidaantje. Met grote benen wijd uit elkaar, Zidaantje. Maar, en hij wordt neergehaald. Hij was ook meteen aan het juichen. Ik heb hem eruit gehaald. En ik dacht van ja, die gaat hier zo binnenknallen. En dan is het klaar. Ja, over Havenaar, wij hadden het erover. Misschien wel eigenlijk onderschat hoe goede spits hij dat eigenlijk is. Ik vraag me af of hij blijft. Ja? Ik vraag me af of die de komende... Nee, dat is een probleem bij ADO. Ja, zeker. Ik vraag me af of die over 3 dagen nog in Den Haag zijn. Want als je vorig jaar ziet hoe die gepresteerd heeft. Nou ja, hoe die nu belangrijk kan zijn voor een team. Hij is lang, hij is sterk genoeg. Ik denk dat die in menige competitie wel een meerwaarde kan zijn. Vind je het ook? Ja, ik vind het een goede spits. En hij maakt ook veel doelpunten voor waar hij speelt. Ja, ook vandaag, hij scoort hem dan niet, maar wat je zegt, de tweede helft, hij creëert het natuurlijk niet, hij krijgt die ballen van de zijkant, maar aan de andere kant creëert hij die kans ook wel met zijn loopacties, hoe hij altijd goed staat. Hij komt zelfs van zijn lengte, komt hij vaak voor de man en dat vind ik wel mooi. Want meestal zijn die lange spelers, die wachten op de tweede paal om eroverheen te kleunen, maar hij gaat ook nog
Echt voor de eerste pak. Je hebt het net over Petrovic. Ik was onder de indruk van zijn realisme naar de overwinning tegen Excelsior. Waar hij doodleuk zei, ja, nou ja, eigenlijk stelen we hier de overwinning. Want ik vond Excelsior de betere ploeg. En vandaag ook voor de camera. Die man begint met een gigantische achterstand nu als hoofdtrainer bij ADO. Mooi om te zien dat hij het dan nu wel goed doet. Ja. Het is, ja, natuurlijk, is het eigenlijk een concurrent voor jullie? Hè? Nou, dat weet ik niet. ADO? Dat is moeilijk te zeggen, maar het zou zomaar kunnen. Door veel mensen in ieder geval worden ze wel als concurrent van ons gezien. Maar ja. Nou ja, ik vind dat hij heel eerlijk overkomt en oprecht. Alleen, het is zo moeilijk om nu al een oordeel te vellen over hoe een coach bezig is en hoe die zijn stempel drukt. Want ja, die gaan denk ik ook nog gewoon periodes krijgen waarin het moeizaam zou gaan. En dan blijkt denk ik de kracht van zo'n coach des te meer. Nou, waar ik heel erg onder indruk ben van het spel vandaag gezien. Ik heb Adem nog twee keer live gezien. En wat ik onwijs mooi vind wat hij gekeerd heeft is... ik hoop ook dat Buigelsdijk blijft. Want daar hoorde ik ook alleen maar geruchten dat hij misschien natuurlijk nog gaat vertrekken. Okay. Maar als je kijkt het centrum van Adem Den Haag met die twee backs. Met die San Roman of San Ramon. En de linksback dan met Canon. En die twee daarvoor. Tribu en Meijers. Het was echt een goed blok. Ja, ik ben wel blij dat die Meijers nu op het middenveld heeft. Ik ook. Maar dat vind ik dus iets waar je wel de hand van een trainer kan zien. Dat hij dat op zo'n korte tijd, ja, met die blok van 6 gekeerde. Van Heracles heeft spelers, bijvoorbeeld ook Bellassani, die uitwijkt naar de zijkant. Om dan de ruimte voor zichzelf te creëren. Om iets te creëren. En ze bleven in het blok staan. Dat heeft hij al goed gedaan. En als je daarop kan voorbeduren, dan kan je tenminste de 0 houden. Kijk, natuurlijk zul je wedstrijden verliezen en ze gaan ook echt niet bovenin eindigen. Maar je kan wel een stabiele middenmotor blijven. Of bij de eerste 12 eindigen. Als je dat mag voor elkaar hebt. Ja, maar dat vond ik eigenlijk ook gisteren bij Excelsior. Van der Graag ook pas 4 wedstrijden. Ik kan eigenlijk nog niet. Het is nog pril in het seizoen. Maar je kan wel zijn hand zien. Hoe ze willen voetballen. Wat ze willen doen. Zowel als ze tegen een sterkere tegenstander spelen. Als dat ze zelf de bal hebben. Dat is mooi bij Sparta ook. Tuurlijk is dat wel bij jullie ook het tweede jaar. Hè? Petrovic en Van der Graag zijn net bezig. Ja. Voor een pastoor is het lekker dat hij vorig jaar heeft kunnen bouwen. Zijn basis daarvoor mee heeft kunnen nemen. Nu, trainen jullie vaak de derde man de ronde? Op het middenveld? Want ik zie gisteren heel vaak gezien dat jullie kort in het middenveld inspelen. En dan de derde man aan de ronde komt om daar verder te voetballen. We worden best wel vrijgelaten in het aanvallende spel. We hebben heel veel aanvallers die het heel erg moeten hebben van bewegen zonder bal. En, We trainen daar niet heel erg op in van die vormpjes. Maar we weten allemaal, iedereen weet van elkaar wel prima hoe het werkt. Dus, aanvallend doen jullie geen vormpjes eigenlijk? Dat is meer. Geen hele vaste dingen. We worden vooral redelijk vrijgelaten in wat we doen. En we hebben natuurlijk wel bepaalde dingen waar we aan moeten houden. Maar ik denk dat we elkaar wel goed kunnen vinden en dat vaak ook wel blijkt. Ja, bij Excelsior weet ik dat Van der Graag, eigenlijk meer zijn assistent André Hoekstra, heel erg bezig is met dode spelsituaties. Nou, dat zag je gisteren, Luigi Bruins, die bal echt perfect neerlegde. Eigenlijk dus net niet perfect neerlegde voor Matthij, die bijna de 2-0 binnen kon koppen. Dat was dan de derde of vierde week op rij geweest dat ze uit een dode spelsituatie scoren. Zijn jullie daar ook veel mee bezig, dode spelsituaties? Ja, maar dat is ook logisch. Want, niet elke club doet het namelijk. Nou, welke club niet dan? Nou, hoeveel clubs scoren eruit? Hoeveel clubs halen er rendement uit? Dat heeft niks mee te maken dat hij niet op traint. Ik denk dat iedere club daar echt zwaar op traint. Er komt wel rendement eruit. Misschien was het een betere vorm. Nee, maar dat bedoel ik. Dus er valt heel veel winst te behalen. Ik geloof niet dat er geen enkele trainer zegt, we doen niks met dode spelsie. Maar je ziet daadwerkelijk het verschil bij een Excelsior die er zo erg mee bezig is geweest. En ik weet bijvoorbeeld Mark Lammers bij PSV, een keer met Cocu. Hè? Komt uit het hockey, oud-hockeycoach. Ken je hem, Mark Lammers? Ja, natuurlijk. Okay. Nou, oud-hockeycoach, waar ze heel veel met dode spel... Voetballer van vroeger kent geen hockeycoaches. Nou ja, ik weet het niet. Misschien ben je al voetballer, ja. Maar die dus met PSV bezig is geweest over het rendement wat zij uit dode spelsituaties hadden. Dat was een heel laag percentage. Nou, toen heeft hij advies gegeven. Dat is wel omhoog gegaan. Dus daarom ben ik altijd benieuwd bij clubs. Ja, we zijn er mee bezig, maar zie je dat ook terug? Ja, denk het wel. Wij zijn daar hard mee bezig. En ik denk dat wij vorig jaar heel weinig doelpunten hebben tegengekregen uit dode spelsituaties. En redelijk veel hebben gemaakt. Dus dat zagen we vorig jaar wel terug. Maar het heeft ook veel te maken met de krachtsverhoudingen op het veld. Ik bedoel, als je gewoon veel sterker bent, ja, dan kan je het nog zo goed georganiseerd hebben. Maar als iemand gewoon hoger springt en sterker is,
ja, dan is het lastig om daarin een 1 tegen 1 duel tegenop te springen. Ja, maar... natuurlijk ook wel poppetjes die je vangt. Als je kijkt, volgens mij heb ik laatst getweet dat de laatste goede corner bij Ajax, dat was de afscheidswedstrijd van Eriksen. Want daarna is er nooit meer een fatsoenlijke corner genomen. Maar ja, op dat moment heb je Eriksen die hem overal kan neerleggen waar je wil. En je hebt al de wereld en Vertonghen die hem gaan inkopen. Ja, soms heb je dat dan ook niet meer als die jongens vertrekken. Nee. Ja, die gisteren ook een cornerbal kunnen koppen. Was hem met de vreef op de 11 meter gelegd. Ja. En er liep eentje in en die... volgens mij was jullie rechtsback, of niet? Ja. Hij kon hem zo binnenkoppen. Nou, dat mooi ingestudeerd. Dan hadden we nu een hele andere discussie. Want dan had je gezegd, ja, gisteren natuurlijk. Nee, maar je snapt toch wat ik bedoel, Simon. Dat bij sommige clubs is het aantoonbaar... dat ze er veel rendement uit halen. Ja, maar dat ligt ook aan de kwaliteit. Ik denk dat Ajax daar ook heel erg op treint. En Peter Bos zegt Goedelje heeft een fantastische traptechniek. Ja, maar die bal vliegt... Ik herinner me één seizoen... daar was Huub Stevens mijn trainer bij Salzburg. En wij trainden iedere week verschillende vormen van mogelijkheden. Vrije trappen voor de goal. Omlopen van de man in de muur. Tweede paal leggen, terugleggen en scoren. Cornerballen, 4 varianten. Nou, dat iedere week... Nou, volgens mij hebben we de eerste 3 maanden geen goal gescoord in de cornerbal. Daarna hebben wij als team gezegd, weet je wat, pomp die bal gewoon erin. Nou, bal erin gepompt, 2 centrale backs, hoppakee, knikken, goal gemaakt. Nou, die trainer zegt, nou, moeten we nog trainen? Even niet. Maar het was gewoon even dat je dan even heel veel getraind hebt en dan heb je het even losgelaten. Ja. Nou, dan heb je opeens wel rendement. Dus het trainen doet iedere trainer, en dat is ook heel belangrijk, dat je er volgens mij 80% of iets, ja, er zal een statistiek op zijn, moet je maar nakijken. Ik ben niet zo goed in met die statistieken. Maar gaan we het opzoeken? Volgens mij zijn er heel veel goals vallen uit dode spelmomenten in het Europees voetbal, topvoetbal. Ja, absoluut. Dus daar moet je wel op trainen. En als je dat niet doet, dan ben je niet goed bezig. Het heeft 100% echt te maken met kwaliteit. Bijvoorbeeld 3 jaar geleden of 2 jaar geleden hadden wij Kenny Thijssen bij ons bij Sparta. Ja. Nou, die springt door muren heen. Als je bal maar een beetje bij hem in de buurt legt, dan is hij levensgevaarlijk. Ja, dat is gewoon echt kwaliteit. Ja, ik vind het ook grappig. Dan gaan we de discussie, want we zijn eigenlijk al over onze tijd heen. Maar het is internet, dus we kunnen eigenlijk nog een uur doorpraten. Ja, maar dat ADO trainde in de aanloop naar het duel tegen Excelsior, hebben ze dus een week op dode spelsituaties getraind het voorkomen ervan, omdat ze wisten dat Excelsior... En het is voor mij... Hè? Goed erin was. Ja, en Kolwijk legt die bal voor en het is weer Matthij die binnenkomt. Ben je voorstander van manverdediging of zonder verdediging in dode spelsituatie? Zonder verdediging. Nee, ik doe het voor de gein, maar het is zo, het heeft ook wel met kwaliteit te maken. Sta je in de zone en iemand legt die bal zoals gisteren gewoon op de 11 en die rent van de 16 erin en springt, kan je in de zone doen wat je wil. Ja. En ben je man? Dat ben ik niet mee eens. Nee? Nee. Wat dan? Want? Ja, ik denk dat als je goede afspraken met elkaar maakt, dat je er echt voor kan zorgen dat tegenstanders niet eens in de buurt komen bij waar ze hem in willen kopen. En dat kan je moeilijk als je mandekking doet. Oké, want man kan je, het is gewoon 1-op-1 als je die verliest. Ja. Wat, jij bent meer man? Nee, ik zeg dat allebei voor- en nadelen hebben. Ja. Maar zoals de cornerbal gisteren, die ik juist bij jullie zag met, op de 11 meter, die hebben wij toen bij Twente gedaan met Majstorovic. Zo, die legde ik gewoon, die door muren doorlopen. Want daar kwam net op dat iedereen in de zone ging dekken. Ja. En dan 2 lijnen, 3 en 2. En dan legden wij hem gewoon door op en hij kwam gewoon van de rand 16 inlopen. Nou ja. Dit maakt echt, als hij niet geblokt werd, dan heb je echt geen kans. Want hij springt en hij springt in de bal, was klaar. Bediende 2? Zonder man, of? Altijd man. Hoe slechter de voetballers, hoe minder zone maar, je moet doen. Maar het probleem nu bij mandekking, dat zeg je volgens mij wel goed. Mandekking is één probleem. Vroeger was heel simpel zo, jij ging echt niet koppen. Nee. En vooral ik, klein mannetje, ik ging gewoon aan je shirt, ik trok je omver, je ging niet koppen. Ja. Maar als je hem nu vast had, dan kreeg je meteen een penalty tegen. Dus dat is wel veranderd. Ja, klopt wel. Ja. Goede discussie. Mooi dat jullie... jij hebt uiteindelijk niet gezegd, ben je zon of man? Als je moet kiezen, als jij nu trainer bent. Man en zone. Ja, de twee sterkste zou ik in mandekking nemen. En dan een zone opstellen. Gebeurt dat wel eens of niet? Natuurlijk. Tuurlijk. Oké, man en zone. Oké, weer wat gevonden. Laten we even kijken naar de stand voordat we gaan afsluiten. Ja, Feyenoord, trotse koploper. De enige met 100% scoren. 12 uit 4. En troosteloos onderaan. Toch wel verrassend. Go Eagles misschien dan niet, maar FC Groningen en PEC Zwolle. Ja, jullie hebben PEC een jantje gegeven in Zwolle. 0-3. Ja, PEC valt heel vies tegen. Ja. Scoren gewoon vooral niet. Ik hoop alleen dat ze de rust bewaren. En, met Jans. Ja, kom op zeg. Hij heeft jarenlang goed werk verricht. Laat hem alsjeblieft een keer een tijd. 2 punten tot nu toe. En, ja, dat komt ook wel goed. Ja, dat komt wel goed. Wie een grote verrassing tot nu toe? ADO? Ja. Excelsior? Ja, misschien ook wel. Ja.
die nog hadden gewonnen van ADO vorige week, dan was het inderdaad ook Excelsior geweest. Ja, absoluut. Nou ja, 6 punten, niet te klagen. En daarboven de grote broer. Nou, het is meer Feyenoord en Feyenoord is de grote broer van Excelsior. Ze zijn een beetje het... de derde wiel in de wagen wil ik niet zeggen, maar wel leuk dat we 3 clubs uit Rotterdam nu hebben. Interlandperiode. Wat zeg je? In de top 9. Interlandperiode komt eraan. Dan het programma daarna. Jullie gaan op bezoek bij FC Groningen. Ja, dat wordt wel een duel voor Groningen. Ja. Want als, dat hoorde je nu al bij FC Groningen. Ja, daar moeten ze wel, als ze daar weer geen punten halen. Ze halen vandaag dan gelukkig een puntje tegen PSV in Eindhoven. Maar daar zal wel druk op staan. Nee, in ieder geval twee weken om hierop voor te bereiden en je in de basis te trainen. Ja. Toch? Ja. We staan er alweer. Ajax Vitesse is mooi. Peter Bos tegen zijn oude ploeg. En het duel der koplopers. Of Feyenoord tegen ADO Den Haag. Ja, dan deze week is er ook nog genoeg te beleven bij FC Afkikken. Morgen is er natuurlijk de Super League weekoverzicht. Niet met Lars. Lars is op vakantie in Texel of ergens anders. Maar voor mij ging hij naar Texel. Dus twee andere mensen gaan het overnemen. En wie het is, dat zie je morgen. Dan is de andere man van de FC Buitenland. Ja, ik zie alweer mystery guest staan. En jij gaat nu vragen of ik het ga vertellen. Maar nee, want ik vertel dat nooit. Heb je een hint? Nee. Duimpie. Weet ik niet. Oh, oké, dat was misschien een hint. Woensdag, zoals ik al zei, 6 uur durende live show over de transfer deadline. Alle transfers worden besproken. We gaan nog spelers bellen die wellicht gaan vertrekken of die gaan vertrekken. We doen het samen met Voetbal International, dus via vi.nl te volgen. En natuurlijk via ons YouTube-kanaal. En dan vrijdag, de vrijdagmiddagborrel. Wil je daar wel iets meer over vertellen? Nooit. Ik verklap nooit wat. Behalve dat ik er niet ben. Ben je er niet? Nou, dat zou wel leuk zijn voor de mensen. En dan volgende week, zondag om 8 uur, is er gewoon hier een normale FC Afkikken. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. The Pokey Beast.